Leuk dat jullie kijken naar Nerf Combo 102. We gaan het weer doen met de Rake Make 2. Was leuk geweest als we de Rambase hebben. Maar de 18 clip Clear Magazine die Walt heeft besteld is van de Rapid Strike. Maar de combo. We gaan eerst met deze perl doen. Want ik wil laten zien dat elke perl dit kan doen. Zelfs je eigen gemaakte. Maar dan moet deze... We hebben wel een andere weg nodig. Kut. De Ron kan ook gewoon een sniper rifle maken, hè. Bijvoorbeeld, ik maak maar iets, hè. Gewoon bijvoorbeeld, je wilt een snipertje. Je weet wel wat een snipertje is, hè. Bijvoorbeeld, je wilt een sniper. Wat lijkt op een sniper. Maar bijvoorbeeld, je wilt een sniper rifle maken. Dan, kan het. Maar de combo bestaat uit een paar onderdelen. Die ga ik nu in elkaar zetten. En bij de Rake Make 2 pijl, die ik toen ook heb, dat zeg ik eerlijk, gaat er iets anders gebeuren. Een sniper met een sniper met een laser aan de zijkant. Dus de combo waren hem uit elkaar. Uit elkaar. Dus dan komen we zo terug. Dus. Oké, sorry dat ik dit doe, maar ik heb even schaamhaar vastzitten. Rake Make 2. Jullie weten, als ik een combo review maak. Met de Rake Make 2 of met een magazijnsgeweer, maar ik heb deze als alle enigste magazijnsgeweer tot nu toe. Dan kan alle magazijnen het kunnen dan het doen erin. Bijvoorbeeld een dikke lange trum, die kan er ook in. Je moet het maar zo weten. En hier binnenin, zien jullie het al? Anders kan een pijltje jammen. Ik bedoel, de taart. Kan dan jammen, kan ook in een barrel, maar dat gebeurt niet zo snel. We beginnen met de Six Magazine. De Six Dart Magazine. Kan je zo in. Daarna begin je met de stok. Want als dat bijvoorbeeld de Nerf gewoon neergezet wordt en je moet snel komen en je hebt geen stok. Dan ben je te sjaak. Daar heb je geen steun in. Dus altijd de stok erop. Daarna beginnen we met de barrel. Want anders heb je dat weer. Kunnen we ook weer een dag proberen af te schieten. Zullen we dat een keer doen? Ja. Daarna gaan we verder naar X-Shot scoopje. Duw je er aan de zijkant op, want dat is mooi. En deze scope, dat weten jullie, die doe je bovenop. En zo maak je een prachtige sniper. En de volgende combo, want ik doe 2-in-1 video. 2 combos in 1 video. Gaat geen sniper worden. Ja, het kan misschien wel. Ja, het wordt een sniper rifle. Het wordt een sniper rifle. 2 Nerf sniper combo's. Ja, het wordt een hele lange video. Nou, zo lang ook weer niet. Maar je snapt het wel. Oh ja, en de Six Magazine. Je hoort het geluid dan. Je kan ook alleen technical deels vastpakken, hè. Maar goed, we beginnen met de magazine.
anders gebeurt er zo slechte dingen. Ja. Daar je gewoon makkelijk in, maar dat doe je niet zo. Dan doe je dat naar achter, dan doe je het zo en dan. Daarna komt de stok. En het wordt een prachtige snijper. Zo. Zo. Daarna de barrel. En onder de barrel komt de strijkpijer. Dan komt de exoscoop aan de zijkant. En daarna komt de grote held, genaamd de modeloscoop. En zo kan je ook een mooie snijper vormen. Jongens, heb je al deze onderdelen? Doe het thuis ook dan. En jullie denken dat ik Nuf de naam die mijn YouTube kanaal heet. Maar zo heet ik eigenlijk helemaal niet in het echt. Want ik wil een mooie naam maken. Naam wou ik maken. Soms verander ik hem ook. Want ik wil heel vaak een mooie naam. Wil ik een mooie naam verzinnen. Maar weet je hoe ik echt heet in het echt? Hoe ik ook in het echt heet? Mijn achternaam zeg ik ook. De voornaam is Dylan is de voornaam. En de achternaam is Niari. Dit waren de combo's 2-in-1 video.